Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Het is vandaag tijd voor een gouden oude, namelijk Metabots, Metaby version versus Rakusho version. En dat doe ik samen met Jordi van de Support Guys. Hallo. Jij vond dit zo'n goed idee, hè? Ik vind het niet per se een goed idee, nee. Maar ik vind het wel een leuke game en ik wil de game graag spelen. Fair enough. Ja, we gaan kijken hoe ver we gaan komen, maar... Ik denk dat we over 3 seconden gaan beginnen. 3, 2, 1 en start. Dus ja, het is wel echt een... hoe noem je dat? Iets tussen... een game die we allebei wel ooit gespeeld. Die hebben we toch ook ooit gespeeld, of niet? Ik heb ooit Metabots wel gespeeld. Ik kwam volgens mij tot aan... dat ik de derde Metabot had. Veel verder dan dat kwam ik niet. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb hem 1 keertje tot de Final Fight gehaald. Alleen de Final Fight, heb ik helaas... was zo moeilijk dat me dat niet gelukt is. Aha. Ik zit even te kijken hoe ik ook weer... Ik begin nu al. Nee, ik weet wel ongeveer waar we naartoe moeten. Ja, en hier naar links. Yes. Kijk. Och, die muziek is zo goed van deze game, vind ik. Mm. Vooral in battles straks. Nee, zeker. Maar de battles zijn aardig traag, vind ik nog steeds. Ja, dat is ook wel zo. We gebruiken natuurlijk vanzelfsprekend geen speed-up button. Nee, we zijn geen Sander. Nee, precies. We zijn geen Sander. We love you, Sander, maar... even kijken. Is er geen menu? Dat is kut. Waarschijnlijk is er nog geen menu om een hele simpele reden. We hebben nog niks. Oh ja, dan moet je die watch hebben, of niet? Waarschijnlijk. Ja. Het verschil tussen Metaby en Rakusho. Ik heb Rakusho en Milan kreeg Metaby. En volgens mij is dat het enige verschil. Ja, ze kunnen andere aanvallen. Ja. Ik denk dat ik iets verkeerd heb gedaan, want... Waar ben je mee anders dan? Al? Nou, ik was met die professor gepraat, alleen... ik dacht dat ik dan weer weg moest hier, zeg maar, Ik moet... Oh, moet ik dan... Even kijken... Oh, moet ik hier naartoe? Er zijn maar een paar deuren. Na verloop van tijd kom je erachter hoe en wat. Ja, precies. Het zal niet de eerste keer zijn namelijk dat we vertwaald zijn, dus... Nee. Wow, joh, ik word gewoon in naar en ik word gewoon neergeslagen, wat is dit? Dat noemen we kindermishandeling, hè? What the fuck is dit? Ik zou hem aangeven bij de politie als ik jou was, kom op. Echt hoor. We gaan gezamenlijk naar de politie. En zeggen ze zo van, ja prima, maar je moet eerst een Metabots fight doen, anders doen we niks. Maar ik heb geen Metabot. Ja, dan kunnen wij niet zo heel veel voor je betekenen. Doei. Ik denk... 4 Metabots over there. Zo. Kunnen wij de hond niet gebruiken als Metabot? Echt hoor. Je bent wel duidelijk verder dan dat ik ben. Ik weet wel dat er één specifieke Metabot is die zeker in het begin mijn favoriet altijd is. Welke? Die oranje? Nou, dat is zo'n gele met van die vleugels, met van die ballen eraan. Oh, oké. Okay. Weet je dan welke ik bedoel? Ik heb letterlijk waar geen idee. Oké. Okay. Ik moet echt lezen wat ik moet doen, want... Nee, dat is één voordeel. Ik lees letterlijk zo snel dat het zo grof mee is van tok, 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 tok. Ja, ik heb het probleem dat ik dyslexie heb, dus voor mij gaat het al niet... Dus waarom doen we dan een RPG? Waarin we veel moeten lezen. Ja, maar Pokémon is ook een RPG. Ja, maar fuck it. Pokémon is zo simpel. Dat is gewoon, oké, hier heb je de rails, volg de rails. Ja, dat is waar. Oké, got it. Dit
Oh, de muziek is zo goed. Zeker. Ik krijg letterlijk 50 euro om een pakketje macaroni te halen. Ik zou zeggen... Dure macaroni. Ja, dat kan ook. Nee, 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 maar ik wil macaroni. Nee, hier krijg je met de bot. Nee, macaroni. Nee. Oh, je kan wel rennen. Ik had alleen gewoon de verkeerde knop ingeduwd. Dat is kut. Ik dacht, er zijn er geen running shoes. Wat? Er zijn dus wel running shoes. Wee, wee. Ik ben zo aan het throwen nu al. Oh, nee, maar maakt niet uit. Er is één ding wat nog steeds gigantisch narend is aan deze game. Als je dood gaat, verlies je een part. Dus, oh ja. Niet altijd, toch? Ik weet niet of het niet altijd is, maar één ding weet ik wel. Het gebeurt best vaak. Weet jij nog of het zo is dat als je een complete metabot gebruikt, zeg maar, die bij elkaar hoort, of dat beter is dan... Volgens mij wel, want ik krijg een bepaalde buff, volgens mij. Ja, een soort synergy, zeg maar. Ja. Jij heet een metabot omdat hij robot heet en je moet een metal in. Ja, no shit. Nee. Het is wel grappig, die hond heet Salty. Oké, dus hoe ga je de hond noemen dan? Sander. Dat bedoelde je, of niet? Goed zo. maar ja, ik kan hem noemen. Oké, make a parts. Oh ja, dat weet ik. Ik weet nog wel dat deze game gigantisch groot is met al die... Areas waar je naartoe moet. Nou, area's, maar ook hoeveel met de bots, met de parts, al die dingen die ik kan verzamelen. Ja, dat klopt. Alleen toch, op een gegeven moment hebben heel veel trainers dezelfde met de bots elke keer, hoor. Zeker in het begin. Ja, klopt. Oh ja, lol, ja, dan heb je van het geld heb je die metabot gekocht. Ja, nou toegeven, we hadden geen keuze. Het geld werd letterlijk gestolen van ons. Oké, okay, I've decided. Oké, okay. Nice. Moeders zal niet blij zijn. Nee, klopt. Maar ja, zij zo. Als zij letterlijk niks in huis had, maar behalve alleen een doos waarvoor we spiceroni moesten halen, ja, dan is het ook niet onze schuld. Ja, precies. Oh ja, daar had je die enge gast, ja. Oké. De old school. Oh ja, het is ook zo duidelijk dat wie die gemaskerde muchacho is. Ja, de. Maar je had het over old school graphics. Ja, de old school graphics van deze. Nou, eerste fight overleefd. Ik ben nog steeds geen idee van hoe de fuck je de battles moet doen en hoe je bepaalde dingen kan. Oké. Nou, misschien heb ik daar al iets van een voordeel in dan. Ja.
Al dan moet ik wel sowieso mijn geheugen even opfrissen, want het is voor mij echt al heel lang geleden dat ik deze game heb gespeeld. Mm-hmm. Oh ja, de goede muziek begint. Ja. Oké. Chain Reaction. Ja. Dat is ook nog steeds even kijken. Oké, Chain Reaction krijg je als één ding kapot maakt en de health daarvan al flink naar beneden was. Ja. Oeh, dat is een crit. Ja. Ja, en als je iemand anders zijn hoofd kapot maakt, dan heb je sowieso gewonnen. Ja, dus daarom is het ook belangrijk van als je weet hoe je op bepaalde dingen moet mikken. Ja. Kabuto's level up. Wanneer wordt het Kabuto's? Einde van de game. Chain Reaction, huppakee. Oh. Ah, nee, niet genoeg. Oké, eerste hit. Laten we even kijken. Ik zat eigenlijk te kijken of ik iets van een ding kon vinden. Options, maar dat kan echt alleen maar... als je de game opnieuw opstart. Dat is een beetje sad. Oké. Ah, oh, dat is een beetje kloot. Ik heb hem. Ik heb bijna zijn benen kapot en daardoor is hij nu een stuk sneller. Ah, pas als. Bij sommige bots zijn, zeg maar. Is het goed als ze benen kapot zijn, zeg maar. Want dan, maar bij sommige totaal niet. Nee, ik moet nu tegen zo'n hele buff, zeg maar. Ja. Dat kan je ook zien als hij echt zo'n hele grote onderkant heeft. Dan wordt hij juist alleen maar sneller als zijn benen kapot zijn. Dat is nou echt zo'n grote... Nee, ik zet hem maar op auto, want ik kan geen klote. Hij heeft mijn linker en mijn rechterarm kapot gemaakt. Dat is oneerlijk. Nee, ik heb geen andere vaardigheid en ik kan er niet zo heel veel tegen doen, want... ik denk dat ik mijn eerste fight heb verloren. En ineens door mijn eigen toedoen. Van, ik heb gewoon... Het was een nestlok, hè? Nee. Ja, het is een nestlok, ja. Nee, ik heb deze verloren. Oef. Want ja, ik kan niks meer. Ik heb geen vaardigheid die ik kan gebruiken. Ik kan niet mikken. Het enige wat ik kan doen is iedere keer mijn attack rate verhogen. Ik zat ook even te kijken, want ik moet nu tegen zo'n gast met die laser. Ja. Die heeft ook... een soort ability op zijn legs, dat hij altijd eerst naar de legs gaat, zeg maar. Oh, toch niet altijd. Soms. Leg defense of zo. Ja, leg defense, ja. Nou ja, en ik had hem bijna neer. Zijn leg defense, zijn legs had hem volgens mij nog maar 4 HP. Maar ja, ik kan hem niet meer raken. Oef. Time is up en waarschijnlijk heb ik deze niet verloren. Ja, Sloan. Als je minder dingen hebt, parts over hebt, dan heb je verloren. Ja. Heb je er problemen mee als ik wel de speedrun gebruik, al in het geval van game over? Tot waar je bent gebleven, bedoel je dan? Nou ja, ik moet weer een nieuw game doen. Oh ja, precies. Ja, dan tot waar je was gebleven. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Komt goed. Waar je dood bent, tot waar je bent dood gegaan, doe je gewoon spuren. Want ik ging ook niet vanuit van, hey, ik ga meteen dood bij het begin. Ik heb een gevoel ook dat ik deze niet ga winnen ook, hoor. Nou, weet je wat? Ik dacht oorspronkelijk de naam Jordi, nu doe ik gewoon Ikea. Wat? Het is... Ja... Begin jij ook dood bij de laserbeer? Ja, door die laser, ja. Ja, dan ging ik gewoon dood, want ik kon ook voor de rest niks. Dus ik
denk, en misschien... Oh, ik word zo hard genaaid door deze game. Sorry. Het is misschien beter dat ik even misschien wat extra ga grinden of zo, als het enigszins kan. Oké, select is in ieder geval gone. Oh, hij neemt niet ook nog iets anders mee. Oeh, hij is nu extra sloom geworden. Heel ziek. Oké, kan ik hier weer weg? Dan heb ik soms weer het hele verhaal mee met die fucking macaroni. En dan ga ik ook even kijken van waar kan je verdomme 7? 7, dan moet je op B drukken. En dan kan je 7. Ja, zometeen was ik die fight weer heb gehad met Erika. Want ja, laat even eerlijk zijn, het is net zoals je gaat verliezen tegen jongste Joey op de eerste route. Zo van, er moet heel veel gaan gebeuren, wil je dat misgaat. Yeah. Ja, precies. Nou ja, les voor de volgende keer. Oeh, het wordt nog spannend. Kut, als hij me nu mijn hoofd kapot maakt of gewoon een van mijn onderdelen die ik nog over heb kapot maakt, ben ik echt genaaid. Mm-hmm. Oeh, ja, ik ben genaaid, want ik kan geen aanval meer doen. Oké, heb jij wel gesaved? Nee, alleen er is nog 1 seconde over en dan kan ik hem eventueel nog winnen, omdat ik meer AP heb. Mm. Time is up. The winner is Milan. See? Net. Gelukkig. Oh, ik moet meteen de volgende battle doen tegen Spike. Nou, doen we dat. Oeh, Spike is snel. Je las de robot battle tegen Erika, want ze deed een missel direct in mijn gezicht. Crit, hoofd weg. Wauw. Big oef. Nou ja, het is wel weer zoiets waarvan ik denk van, oké, mag ik ook mikken op dingen of helemaal niet? Nee, je kan, je moet zeg maar, als je een aanval kiest, dan zie je waar die als het goed is opschiet, zeg maar. Maar dat is ook niet altijd waar. Ik weet nog steeds niet helemaal hoe dat... Nou ja, ik hoop dat we erachter komen in deze serie, hoe het werkt. Ja. Want even mij, ik heb een hamer en ik heb een zwaard. Wat heb jij? Ik heb een rifle en ik heb chain gun. En een missile op mijn hoofd, zeg maar. Ah, ja, want dat. Ja, want dat heb ik niet. Ik heb maar gewoon meteen charge metaforce. Ik heb voor de rest geen kloten. En die wat is jouw head dan? Support, een scout. Oh. En mijn benen is niks, dat is gewoon charge MF. Dus ik heb maar 2 wapens, dus. Ja, dat is wel een nadeel, ja. Het doet dan misschien wat meer damage dan wat jij momenteel nu hebt. Ik hoop van wel, als dat niet zo is, dan is Roku Show gewoon de veel moeilijkere versie. Mm-hmm. Maakt niet uit, maar dan weet ik dat ik daar rekening mee moet houden. Ja, precies. En ik crit ook gewoon niet. Dat is ook een probleem. Uh-huh. Erika critte net wel meteen op mij. Alleen die was gelukkig niet op mijn hoofd. Nou ja, oké. Oké, ik ben mijn legs kwijt. Ik loop achter. Kut, sorry. Ah, een crit. Nice. Oké, ik weet nu wel... Ik heb volgens mij wel iets ontdekt nu. Nou, wat? Op het moment dat je een aanval kiest, dan kan je zo zien, zeg maar... Dan zie je één part zo een beetje zo groter worden bij die tegenstander. Op het moment dat je crit, dan hit je de part wat groter wordt, zeg maar. Maar dat is het enige waar ik tot nu toe achter ben gekomen. Ja, het enige wat ik ook niet weet is dat ik zomaar, als ik de mogelijkheid heb om te
7? Dat doe je. Nou, om te farmen of te grinden, ga ik dat zeker doen. Maar ik denk dat echt... Voor jou zou een ander hoofd handig zijn dan. Nou, sowieso iets wat meer damage kan doen. Het hoeft niet per se hoofd te zijn. Benen mag voor mij ook. Maar ja, wel iets handigers, ja. Maar ja, die tankbeer heb ik nu zowat klaar. Het enige wat ik nog mis is een hoofd. Mm-hmm. En heb jij... Hoeveel HP heeft eigenlijk jouw armen? Dat kijk ik zo even, want ja, dat kan ik niet zien. Voor mij is het maar 20. Oh, dat is sowieso bij mij meer. Ik speel gewoon een moeilijke versie. Ja, ik denk het. Ja, 30 is bij mij. Ja. Hoeveel zijn jouw legs? 45. Ja, mijn ook. En jouw head? Voor mij ook niet zo hoog. Voor mij is het 30 of zo. 30 of 40. Wow, ik moet nu tegen een robot. Die springt gewoon over al mijn bullets heen. Oeh, dat is een crit op het hoofd. Zie! Nice. Oké, laten we maar kijken of dit een beetje lukt. Ik ben net iets sneller, mooi. Nou, we hebben net een tank gehad, dan is dit waarschijnlijk een speedy character. Mm-hmm. Ja. Dan noem ik geen chain reaction een damage van 3. En ik ben meteen hem wel allemaal weer kwijt. Oef. Ja, de Rokusho versie klinkt wel als een moeilijkere versie. Ja, nogal ja. Maar misschien komt het later clutch dat die beter is of zo, weet ik veel. Misschien zijn zijn Metaforce wel beter. Mogelijk. Maar ja, het duurt nog wel voordat we echt Metaforce kunnen gebruiken, hè? Dat duurt wel even, ja. Zo, ik heb even gesaved. Ja, je hebt alle drie de fights overleefd? Yep. Nice. Ja, weet je wat ook handig is? Je hoeft niet elke keer naar een Pokémon Center. Nee, klopt. Oh nee, mijn hoofd is 50. Ik dacht dat hij iets lager was. Er is een mogelijkheid om te grinden zometeen. Mooi. In school. Dan weet ik wat ik zo meteen ga doen. Want voor mij is dat echt nodig. Maar is het dan ook hoe hoger je metal level is, hoe meer damage je doet? Waarschijnlijk. Oeh, dat is een crit. Nice. Laat eens even kijken. Lukt het een beetje? Oh, dat hoofd is zo nice. Hij heeft zo'n press hoofd. Dat vind ik echt altijd een... fijne aanval. Ah. Oké, kom maar door. Hoezo is hij sneller? Wat? Ja, ik heb letterlijk... natuurlijk status effect. Nee, als ik een hit krijg, ben ik vaak al meteen een wapen kwijt. Ja, dat is wel echt kut. En dan mis ik ook nog. Ja, met de forces kunnen we nog niet gebruiken, hè? Nope. Ja. Ik zweer, als de kat zometeen mijn rechterarm weer vanaf haalt, mag ik zometeen weer opnieuw beginnen.
Oké. Okay. Ja, dat is wel echt. Alleen een deel van mijn been. Oké. Okay. En weer mis. Het is zo close dat ik ook gewoon niet kan raken. Maar ik heb maar één ding. Dus... Is dat die rode van dat meisje? Ja. Ja. Please, niet maar. Ah, oké. Dit is al verloren weer. Maar ik heb ook niks. Het is ook niet zo van dat ik de vaardigheden net iets heb gekregen. Nee. Ja, ze zeggen wel damaged, maar ja. Ja, de metaport voor dit action is broken. Ja, wat wil je dan dat ik doe? Ja. Want je kan ook niet... Je bent nu niet meteen game over, toch? Ik weet niet. Ik dacht dat je altijd een partner daarvoor moest verkwijten. Ja, ik weet niet precies hoe dit werkt. Nou, enige wat ik wel, ik kan momenteel nu meer niks. Want ik heb letterlijk nog maar mijn hoofd over. Mm-hmm. En dat is het. Ik heb hem nu maar gewoon op auto gezet, want ik kan voor de rest niks. Ja. En wat heeft je tegenstander nog over? Letterlijk alles. Oh. Ik heb maar 2 hits kunnen doen en de rest was allemaal mis. Schiet ook niet op. En weer game over. Wat gezeik. Ja, ach. Oh, ik heb een mic. Die mic kan ik er niet van maken. Nee. Heb je eigenlijk nog iets gedaan met je robot battles in de settings of helemaal niks? Nee, helemaal niks. Oké. Okay. Jij wel? Nee, ik heb hem ook op long staan. Ja. Is dat dan de time of zo? Of, Mogelijk, dat je tijd hebt om dingen door te nemen. Ja. Dus zo meteen de eerste aflevering ook maar even eindigen. Ja, voor mijn gevoel doe ik niks, maar... Nee, ja, precies. Kan inderdaad aan mij liggen, hoor. Maar... Ja, het is gewoon kut dat je zo vulnerable bent met Rokusho, zeg maar. Ja. Dat scheelt echt, hoor, want ik word ook wel elke keer geraakt. Alleen mijn partje niet meteen kapot, zeg maar. Mm-hmm. Oké, ik ga maar gewoon weer opnieuw proberen en kijken hoe ver ik kom. Maar het is ook maar gewoon dingen raken en hopen dat ik genoeg damage doe. Ja, precies. Zullen we deze aflevering beëindigen? Ik sta nu toch stil. Ja, en anders, als we nog verder opnemen, kunnen we gewoon midden in battle ook nog daarom een aflevering beëindigen. Moment hoor. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet George's kanaal te checken, die staat in de beschrijving. En ik zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.